moet gaan. Ik kom al te laat. Ik was al begonnen met mijn stage als modedesigner, maar ik kom niet echt te laat. Ik ben er gisteren al heen geweest, maar ik heb alles ook georganiseerd, maar ik ben toch te laat, denk ik. Oh, wacht. Mam en pap hebben iets opgeschreven. Ze zijn naar oma gegaan. En Emma is ook al weg. Oh, maar gelukkig heb ik wel deze donut. Dan heb ik in ieder geval iets om te eten. Laat me eens kijken. Er staat ook een briefje bij dat deze voor mij is voor mijn modestage. Oh, dankjewel, mam. Oké, ik ga hem even eten. En dan zal ik hem dan straks meenemen, denk ik. En dan zal ik gelijk naar mijn stage gaan. Oh, ze is hartstikke trots op me ook, zegt ze hier in deze brief. Nou ja, ik ga hem snel opschieten zodat ik gelijk naar mijn stage kan. Oké, en ze heeft hier ook nog een paar dingen voor me ingepakt. En een tas, want ik heb natuurlijk een veel mooiere tas nodig aangezien ik nu een modestage ga lopen. En ze heeft ook een paar bloemen bij zich. Oh, kijk, ze heeft een hele mooie haarband voor me gegeven. En een armband. Laat ik eens even kijken. Zo, hij staat veel mooier. Oké, en dan heb ik nog natuurlijk een nieuwe tas nodig. Even kijken waar die staat. Ja, deze. Perfect. Oké, deze neem ik dan mee. En dan eet ik snel even mijn donut op, zodat ik even wat gegeten heb. En dan kan ik eindelijk gaan. Zo, de donut. Oh, wauw, wat leuk, though. Dat ik eindelijk een donut kan eten. Gewoon als ontbijt, een chocoladedonut. Dat zou ik elke dag wel willen doen. Is ook super lekker. Moet ik mijn tanden misschien nog even poetsen of niet? Hoeft waarschijnlijk niet, toch? Ik kan misschien uiteindelijk gewoon gelijk weggaan, hè? Laat ik dan nu gewoon gaan, zodat ik niet te laat kom en zodat ik gewoon goed op tijd ben. Oké, ik heb de handtas bij me en ik moet nu op zoek naar Raoul, zodat hij me kan brengen. Waar hadden we ook alweer afgesproken? Laat me even kijken. Welke kant ik ook alweer op? Volgens mij staat hij een paar meter verderop. Laat ik even kijken. Oh, hey Hanna, waar ben jij naartoe? Oh, ik ga naar mijn modedesign stage. Waar ga jij naartoe? Oh, ik ga die kant op. Daar is mijn stage. Oh, oké, is goed. Nou, ik ga naar mijn stage. Ik doe een stage bij de modedesigner Johanna. En ik vind het echt heel leuk. Gisteren had ik ook een paar leuke dingen gedaan. Hanna, misschien kan je beter je gezicht schoonmaken. Er zit chocolade op. Oh, ik had net een donut gegeten. Is het nu alweer weg? Ja, nu is het best wel oké. Maar is goed. Dan zie ik je later wel. Ik ga naar mijn stage om kinderarts te worden. Dus ik loop daar stage in het ziekenhuis. Oh, oké. Is goed. Dan ga ik alvast naar mijn modedesigner stage. Ik moet gaan naar Raoul, zodat hij me kan brengen. Nou, is goed, dan zie ik je nog wel een keer. Volgens mij is Raoul ook al in de buurt. Oh, ik hoop dat hij niet te laat bent en dat hij niet alweer weg is. Laat ik even kijken. Oké. Hey, Raoul, je bent er. Hey, ja, klopt. Oh, ja. Hanna, kom maar zitten achterop. Hier heb ik alvast een helm voor je. Oh, is goed. Heel erg bedankt dat je me kon brengen vandaag. Ja, geen probleem. Ga maar achterop zitten. Je hebt nog wel wat op je gezicht. Volgens mij kun je dat beter eraf halen. Huh? Heb ik nog steeds chocolade op mijn gezicht? Ik had het net ervan afgehaald, dacht ik. Ik had chocolade voor ontbijt. Oh, wacht. Laat mij het even snel voor je weghalen. Zo, het is er nu af. Zit maar achterop. Dan kunnen we gelijk gaan. Dankjewel, Raoul. Oh, ik ben helemaal klaar hiervoor. Maar ik ben ook heel nerveus. Ik hoop dat alles goed komt. Met deze modedesigner opleiding en deze stage. Ik hoop dat ik het later ook zelf kan doen. Nou ja, ik wil het echt heel graag proberen. En als het goed gaat deze keer, dan moet ik wel even nadenken of ik dit later wil doen. Zo, Hanna, we zijn er. Ik kan er van afgaan. Ik denk dat we bij de studio zijn, toch? Oh ja, Raoul, is goed. Dankjewel. Ik moet nu naar binnen, want anders ben ik te laat. Oh ja, is goed. Ik heb het er wel gemerkt dat je een goede model bent, hoor, voor dit bedrijf. Ja, klopt. Ik hoop het ook, inderdaad. Laat ik maar alvast naar binnen gaan, want ik heb geen idee of ze boos worden of niet. Nou, is goed. Ik doe alvast de deur voor je open en dan kan je naar binnen gaan, oké? Okay? Hanna, is er, mevrouw? Oh ja, ik ben even bezig met deze modellen.
Oh ja, is goed. Nou, ze staat hier. Oh, Hanna, kom maar gelijk hier. Jij bent een stageleerlinge, toch? Oké, jij kan me misschien alvast gaan helpen met deze modellen. Dit zijn de nieuwe winterkleding die ik heb ontworpen. En je ziet inderdaad dat ik ze nu aan het meten ben. Oh, wauw, dit is uw nieuwe winterkleding, uw wintercollectie. Heel mooi. Wat fijn dat ik hier aan mag meewerken als stageloper. Oh, wauw, en dat is een nieuwe armband of iets. Het ziet er echt heel mooi uit. Dankjewel, Hanna. Oh, dankjewel Raoul voor het brengen van Hanna hierheen en voor de nieuwe stageleerlingen die je altijd brengt. Heel erg bedankt. Oh nee hoor, het is helemaal niks. Ik maak me graag zorgen met uw stageleerlingen. En Hanna is een heel aardig meisje dat ik natuurlijk heel graag hier wou brengen. Maar ik ben heel blij dat ze in goede handen is nu. Nou Hanna, veel plezier en veel succes. Ja, is goed. Zal ik doen. Ik ben echt heel benieuwd hoe het vandaag zal gaan. Ja, dit is dus een nieuwe wintercollectie. Ik ben nu de paspoppen aan het meten. En zoals je ziet zijn het hele mooie collecties. Het ziet eruit als Frozen. Dat is mijn laatste inspiratie geweest. En die heb ik dus ook gebruikt voor de mooie kleding. Oh, wauw. Je hebt Frozen gebruikt als inspiratie hiervoor. Ziet er echt wonderschoon uit. Echt heel mooi. Ja, klopt. Het is nog niet helemaal klaar en ik maak nog wat aanpassingen. Maar ik ben zelf ook al best wel tevreden met deze wintercollectie. Alleen is het natuurlijk nooit perfect, toch? Het is heel anders dan zomerkleding. Maar het is ook wel heel leuk om je in de winterstemming te brengen. Dus dat probeer ik er vooral uit te halen. Het zijn drie verschillende jurken. En je kan zelfs zien dat ze ook heel verschillend zijn. En dat ik dus heel veel inspiratie nodig had voor deze verschillende ontwerpen. Maar ze zien er natuurlijk wel heel leuk uit. Dat moet ik zelf ook eerlijk bekennen. Het is best wel goed gelukt. En ze zijn alle drie ook heel divers en heel verschillend. Dus ik vind zelf dat het goed gelukt is. Nee toch? Ja, klopt. Ze zijn inderdaad heel leuk gelukt. Ik vind ze ook echt heel mooi. Wauw, ik hoop dat ik zelf ook later zo'n hele mooie wintercollectie kan maken. Ik hoop dat het met uw hulp zal lukken. Ja hoor, Hanna, komt zeker goed. Nou, zullen we alvast beginnen met de stage? Even kijken waar jij alvast aan kan beginnen en dan kijk ik waar ik mee verder kan. Laten we eens kijken. Misschien kan je beter eerst wat leren. Bijvoorbeeld dit ontwerp. Zou je misschien iets willen ontwerpen of zou je willen kijken hoe je dat moet doen? Zal ik je dat eerst even uitleggen? Oh wauw, wat een heel mooi ontwerp. Dus dit zijn de tekeningen die u heeft gebruikt voor deze jurken. Ja, klopt. Dat zijn dus de tekeningen. We beginnen eerst met een ontwerp en dan gaan we zo verder met de jurken en het ontwerp van de jurken. En ze dan in levende lijven maken. Zoals je kan zien is hier het ontwerp. En dan beginnen we zelf hier aan de paspop. En dan beginnen we de vormen te maken. En dan beginnen we ook de jurken te meten en uit te werken. Zoals je hier kan zien. Zo zie je dus het proces van het maken van kleding. Het is een heel gedoe en het is ook heel veel werk, maar uiteindelijk heb je wel zo'n mooi resultaat. Oh wauw, dat kan ik inderdaad heel goed zien. Dat is echt heel cool, maar je werkt er dus ook heel veel voor. Ja, dat klopt. De volgende winkelkleding, dat idee was echt geniaal. En de collectie mag ook getoond worden in de hoofdstad. Dus ik ben echt heel blij dat we dat in de hoofdstad van Playmobilland mogen laten zien. Oh ja, dat snap ik heel erg. Dat is echt heel cool dat u dat allemaal kan doen en dat u zo succesvol bent. Oh ja, nou ja, ik ben heel erg dankbaar voor alle stagemedewerkers die me hebben geholpen. Zonder hen zou ik het echt nooit hebben gehaald. Meisjes net als jij zijn meisjes die mij hierin zo erg helpen, een nieuwe inspiratie geven en ook gewoon genoeg hulp geven om dit te kunnen doen. Dus ik ben echt heel blij dat je hier bent en dat je misschien kan helpen met het maken van mijn jurken. Nou, bijvoorbeeld aan de naaitafel. Zou je dat eens een keertje willen proberen? Of zou je misschien eens willen kijken of je wat aanpassingen zou kunnen maken aan deze jurk? Wat zou jij anders doen als jij deze jurk zou maken? En welke vind je het leukst? Oh, nou ja, ik vind ze allemaal heel erg mooi. En het is ook heel leuk dat je ze allemaal laat zien hier. Deze vind ik echt heel mooi. Is dit een maat 33 ongeveer? Het ziet er echt heel leuk uit en heel verfrissend ook. En hij is ook heel mooi aan de onderkant bij de slit. En het ziet er ook heel leuk uit bij de schoenen die je dan zo kan zien. Ja, klopt, inderdaad. Hij ziet er iets langer uit dan verwacht en maakt je ook langer uitzien. Ja, en ik had het ook echt heel erg gebaseerd op hele coole ideeën die ik in mijn hoofd had. En eigenlijk is het best wel goed uitgewerkt. Nou, heel erg bedankt, Hanna. Met jouw nieuwe mening kan ik echt heel veel verder bereiken.
Ik ben echt heel blij dat je hier bent gekomen. Oh, nou is het goed hoor, mevrouw. Ik ga wel verder met de rest. En dan zien we straks wel verder hoe goed ik hier eigenlijk in ben en hoe goed ik erin zal worden.